Hier in de grote tent op het circustrein in Merum is de drukte van je welste, bieden ze zendradio's. Frans, wat ben je er allemaal aan doen? We zijn weer bezig met ons jaarlijks Joti Joti weekend. En dit jaar is het heel speciaal omdat Scouting Nederland 100 jaar is. Als afsluitende activiteit voor ons willen we dat nu eens een keer boetend het scoutinggeboet doen. En daarom hebben we de tenten opgezet op het kermisterrein in Herten. Jota Joti, hoe stel je het voor? Jota is dus dat we Jamboree on the air. En dan is Joti Jamboree on internet. En dat betekent dus dat we samen over de hele wereld contact leggen met andere scoutinggroepen middels zendamateurs of via internet. Ja, we hebben naar de groep gehad en ja, ik weet eigenlijk niet waar ze zaten. Hij heeft die eigenlijk niet gezegd. Waren het wel Nederlandse groepen? Ja, dat wel. Ja. En wat hebben jullie gevraagd of wat hebben jullie verteld? Wij hebben onze namen verteld en verteld hoe oud we waren en bij welke groepen we zaten. Ik zit hier op het bankje met Thijs en Tijn. En Thijs en Tijn zijn net overgevlogen van de Esta's naar de Scouts. Dus nu wordt het nog wat stoerder allemaal. Ja. Ja. En dan te beginnen met dit weekend, wat hebben ze vandaag al allemaal gedaan? Dat met geheimschrift. Dan moest je met citroensap over een blaadje gaan. En dan moest je dan boven het vuur houden. Maar bij ons is dus dat blaadje in een fik gaan staan. Er zat dus zo'n groot gat in. Frank, ik ben groepsvoorzitter, maar dit weekend heb je een heel speciale taak. Jazeker, ik ben de forageur, oftewel de kok van het hele gebeuren hier. Dus ik moet zorgen dat iedereen lekker te eten kreeg. Frank, wie zit het met Leen en Staf? Heb je er vooral genoeg van? Nou ja, we hebben eigenlijk te min leiding. Dus bij deze, als er iemand zin heeft om leuk scouting te komen draaien, dan geven we dat even aan. Want leiding zijn vooral in opzoek. Wat heb je er te bieden? Waarom zou iemand dit moeten gaan doen? Nou, dat is de chicste vrije tijd wat ze kunnen hebben. Fijn met kinderen bezig zijn in de natuur. Een beetje ook voor de gemeenschap bezig zijn. Ja. Leuker kind gaan niet hebben. Daarom. Guus, we zitten hier in de slaap, annex, vreubelkamer. Vreubel? Nou, of wat ben je aan het doen? En solderen. Dat is toch ook vreubelen? Ja, dat is vermeubelen. Oké. Wat zit je precies aan het doen? We zijn hier van koperdraad een kip aan het maken of een olifant en we maken dadelijk ook nog eens een hond. Tot zover deze uitzending van Victor Oscar X-Ray TV. Ik ga jullie voor nu een heel goed weekend wensen. Over en sluiten. Klaar.